Wethouder Harriet Tiemens is erg verdrietig over de slechte start van taxibedrijf Avan. Het bedrijf levert sinds 1 september diensten in de regio Arnhem-Nijmegen. Voorheen werden die diensten door Stadsregio Taxi geleverd. Avan kent sinds de start problemen met de bereikbaarheid van haar callcenter. Na een pittig overleg tussen de gemeente en het bedrijf wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de diensten. Het streven is dat 90% van de ritten op tijd moet zijn. Bij het meest recente toetsingsmoment was dat 80%. Burgemeester Hubert Bruls geeft aan dat de gemeente op den duur van plan is om ook leerlingvervoer bij Avan onder te brengen. Dat is nodig om de logistiek te optimaliseren. De huidige contracten voor het leerlingenvervoer lopen nog tot augustus 2018. Volg ons online via Facebook @altijdn1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd n1.